De volgende wedstrijd dan. We zitten in het Albert Park en dan weet u natuurlijk dat Oostende thuis speelt. Tegenstander is Boussoudour, een moeilijk te ontwrichten ploeg. Combinatie van kracht en techniek. Het wordt dus lastig voor KVO. Dat weet ook trainer Thierry Pister. Ik vind het een heel gevaarlijke wedstrijd. Een ploeg die op de counter heel snel eruit komt. En we moeten echt op ons goede zijn. En de geschorste Liar en Ivica Djidic. Het zijn twee verdedigers. Het is jammer dat het samenvalt. Maar ik heb alle vertrouwen in zeker Brian van den Bergen en Jochens Jukaat. Je hoort het, Liar en Djidic ontbreken. Het is vooral achteraan dat Pister moet sleutelen. Een diepe bal richting Mukulu, de controle. En dan breed naar Helekbe, die komt naar binnen, zoekt de ruimte. Een hard schot, vrij verrassend ook. Het betere linkervoetenwerk van Helekbe in het zijnet. Boussoudour 0 op 6 en ze zijn in de eerste plaats gekomen om te verdedigen. Helekbe twijfelen tussen een paas en een voorzet, dan toch de voorzet. De kopbal van Luisa en het doelpunt ook. 1-0 voor Oostende op het half uur. Veel is er nog niet gebeurd, maar het is wel een verdiende voorsprong. Zeker op basis van het balbezit. Wissin helemaal vrij, botsende bal. Moeilijk te pakken voor Kok. Hoekschop, kort genomen, van der Biest. Helekbe, bijzonder bedrijvig in de eerste helft. Centraal loopt Sukaat en dat is goed gezien. Jochen Sukaat. En zo moet Kok de bal nog net van onder de lat halen. 1-0 de ruststand. Na de pauze meteen een serieuze waarschuwing voor Oostende met Robai. Haalt de achterlijn, legt terug tot bij een Ngungu. Nog eens een Ngungu. Mooie omhaal. En geen probleem voor Delwarte. Vrij acrobatisch wat een Ngungu in gedachten had. En ook in de tweede helft valt er weinig te beleven. Dit is nog wel een poging van de captain van Oostende. En dat is Lars Malais. Diep in de wedstrijd. Van der Biest tot bij Mukulu. Voor één keertje loopt hij geen buitenspel. Een zwakke partij speelt hij. Mukulu wurmt zich voorbij Kaminjaris en probeert dan een lopje. Maar het bleef bij proberen. 1-0 de eindstand. We hebben een flauwe partij gezien. Met wel een verdiende winnaar. 1-0 KVO Oostende tegen Boussoudour. Het was een zeer moeilijke wedstrijd. Ik denk dat Boussoudour hier gekomen is om het punt te spelen. Dat was duidelijk merkbaar, ook in de opstelling. We kunnen gelukkig de 1-0 scoren. Dan hebben we de match min of meer gecontroleerd zonder eigenlijk echt goed voetbal te brengen. Ik denk de 3 punten zijn binnen en dat is al wat we moeten onthouden van deze wedstrijd.